Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de wekelijkse podcast van Paul de Vries. In de podcast komt het laatste nieuws uit de online automotive aan bod. Met ook interessante tips en tricks uit binnen- en buitenland. Pauls missie? De online automotive beter maken. Dat doet hij met onder andere de volgende partners. Marktplaats, tweedehands.be, you name it, Coldrip, Used Car Controller en Active Lease. Hey, welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van onze podcast om de online automotive beter te maken. Deze week hebben we als gast iemand die ik al 25 jaar ken binnen de automotive. Oftewel, dit is mijn oudste vriend binnen de automotive, Egge Selles. Egge, dankjewel voor je komst al hier in Ede. En kun je onze luisteraars wat meer vertellen over jezelf, je bedrijf en waar je vandaan komt? Ja, dankjewel Paul. Allereerst hartelijk dank voor de uitnodiging in deze podcast en dat ik hier in Ede te gast mag zijn. Over mezelf, Egge Selles, country manager bij Autoprof. Je zei het zelf, we kennen elkaar heel lang, 25 jaar. Ik ben geboren tussen de auto's. Mijn vader had een autobedrijf in Genemuiden. Daar waren we dealer van Rover en British Leyland en Austin en Triumph. De sleutelen kun je wel. Ja, ik weet hoe een auto. Nou, ik weet hoe een auto in elkaar zit. Ja, sleutelen is moet je handig voor zijn. Ja. Maar geboren tussen de auto's, natuurlijk als zoon van een dealer IFA gedaan. Ja. Na de IFA ben ik terechtgekomen in Apeldoorn bij Powertrading. Ja. In autohandel. Ja. Begonnen met in- en verkoop van auto's. En het is eigenlijk wel heel leuk vanuit. Daar taxeerden we heel veel auto's dagelijks voor dealers die ingeruild moesten worden. Ja. We hadden daar een programmeur, Paul van der Kamp. En Paul zag ons steeds formulieren invullen van auto's die we taxeerden. Zeg, zou je dat niet digitaal moeten doen? Nee, want de programmeur heeft een hekel aan alles twee keer doen. Ook dat. Ja. En die zag ons zoeken in mappen en taxeerde best veel. Ja. En hij zegt, zou je dat niet digitaal kunnen doen? Ik heb een neefje, die zit op de universiteit in Nijmegen. Die studeert internettechnologie of iets dergelijks. Ja, zoiets. Ja. Ja. En die kan jullie daar wel bij helpen. Nou, wij waren alleen bezig met handel in auto's. Ja. En met dozenschuif eigenlijk. En we denken, nou, mooi idee Paul, kom maar eens op. Ja. En toen kwam Martijn Broenland. De meest briljante programmeur van allemaal. Op 17-jarige leeftijd bij ons binnen. En heeft voor ons een website gebouwd. Waarin dealers digitaal auto's konden aanbieden ter taxatie. Ja. Daar waren we een domeinnaam voor nodig en dat noemen we autotaxatie.net. Ja, maar daar praten we over laat 90, begin 2000. Hè? 2001 zijn we gelanceerd met het. Maar Martijn en Etjo waren er al wat langer mee bezig. En dus jullie ook, zeg maar al, toen we het internet nog aandeden door de faxmodem uit te zetten. Ja. We hadden een aantal dealers die we benaderden. Die zeiden, we hebben geen e-mailadres. Nee, alleen maar fax, ja. Dat kun je nu niet meer voorstellen. Maar dat was... ik was bezig met mezelf. Het was de oorsprong van autotaxatienet. Wel leuk. Dat gedaan in 2001. Echt gelanceerd als een nieuw product in de markt. Ja. In plaats van de service van... Maar dat vond ik destijds nog wel vrij frappant. Hè? Toen je van IFA afkwam. Hè? Toen was ik zang jongdealer al met je broer in Apeldoorn. Dat je bij Gerrit kwam, bij Gerrit Box toen. En ik weet nog wel dat je een formulier of een map bij je had. Van je had wat aanbiedingen gekregen, zeg maar, waar je dan ging werken. En je koos destijds voor Powertrading. Ja. En dat vond ik destijds wel een gewaagde stap, zeg maar. Hè? Want normaal, ik wil niet zeggen normaal liter, ga je in een dealerbedrijf werken. Dat is helemaal niet zo. Maar bij een autohandelaar tussen haakjes was weer wat anders. Hè? Maar goed, Etjo had natuurlijk ook een bepaalde visie over bepaalde zaken. Ja, en vooral die visie, die sprak mij aan en heeft me ook geholpen. Ik kreeg natuurlijk van mijn vader de aanbieding om een van de bedrijven te gaan doen. Ja. Ik dacht, nou, dat lijkt me niet goed. Laat ik eerst maar eens buiten de deur kijken. Ja. En alle andere aanbiedingen, dat was toch allemaal... hetzelfde. Importeur, dealergroep, Instramin. En bij Etjo voelde ik een enorme ambitie. Ja. En dat hadden ze ook op dat moment. Hè. Enorm meer ambitieus op de Europese markt. Ja. Wat je nu ziet gebeuren, dat die gedachte had Etjo toen al. En, We waren ook binnen een half uur waren we eruit dat we samen wat moesten gaan doen. Nou ja, Powertrading en autotaxatienet waren hun tijd ver vooruit. Ja. Ver vooruit. Ja, dat was absoluut zo. Ja. En we hebben enorm veel geleerd en vooruit gekeken. Maar dat was een en al ambitie, hard werken en denken in ideeën
Alleen maar denken, ideeën en oplossingen. Ja, maar ook in de combinatie, hè, dat Martijn, hè, Martijn is natuurlijk eigenaar van Hexon, is natuurlijk een briljante programmeur. Hè, kan alles maken wat je wil. Denkt op een bijzonder strategisch niveau bepaalde dingen uit waarbij iedereen over 10 jaar zegt, oh, zit dat zo? Ja. En hè, want destijds heeft hij mijn website bij SsangYong ook gemaakt. En dat was ook, weet je wel, ja, het was briljant in zijn eenvoud, hoe makkelijk hij dat allemaal maakte. En nou ja, goed, daar kunnen we een hele podcast van vullen. Ja, maar ik heb er heel veel van geleerd van autotaxatie. De manier waarop jullie, zeg maar, bleven pushen om een taxatie tot een koop te laten leiden. Van, hè, heb je al wat gehoord? Heb je wat gehoord? Nabellen, mailen, na 4 dagen mailen of wat dan ook, weet je wel. Ja. De hele stramien gebruik ik nog steeds eigenlijk. Dat is dezelfde manier van denken. Dat is jouw leadopvolging die je nu doet. Met... Ja, ja, maar dat komt daar vandaan, ja, in feite. Omdat je daar, zeg maar, je hebt in het leven alleen maar voorbeelden nodig. En dan dat voorbeeld gebruiken op je eigen manier. Hè, je hoeft niet te kopiëren, maar je hebt wel voorbeelden nodig. Je hebt gewoon ideeën nodig. En ik sta niet op met een idee, ik gebruik ideeën van een ander. Ja. Hè? Dus dat was een fantastische leerschool natuurlijk voor jou, denk ik ook. Maar wat ben je naar autotaxatienet gaan doen? Autotaxatie heb ik gedaan tot 2008. En toen was ik toen aan wat anders, een nieuwe uitdaging. Toen hadden jullie ook de ANWB autokoopservice al, hè? Nee, nog de niet. De verkoopservice. Nee, oh, daarvoor nog toen net. Toen op dat moment puur aan taxeren. Oké. Okay. Ja. Wel met een mooi expertteam en een mooi product neergezet. Ja. Het was mijn tijd om verder te kijken. Ik ben toen bij BCA aan de slag gegaan voor een jaar. Maar ik was er heel vlot achter dat fysieke auto verplaatsen niet mijn ding is. Nee. En BCA was tot nog heel erg fysiek ingesteld. Had vrijwel geen online veiling. En nou, dat was gewoon niet... was niet jouw ding? Was niet meer bij mijn past. Ik vond veilen wel heel leuk. En ik heb bij BCA heel veel geleerd over hoe het veilen werkt. En dat is natuurlijk een fantastische leerschool, een fantastisch bedrijf om dat op te steken. Ja. Van daaruit geswitcht naar Fleet Select, een online autoveilplatform, wat toen in 2008-2009 praten we over, vooral actief was met het veilen van auto's voor importeurs naar dealers. En een klein beetje open velden voor dealers en voor leasemaatschappijen. Ja. En daar in 2009 samen met... mijn toenmalige collega's Edwin en Joop en Gerard hard aan getrokken om daar een mooie, complete veilingplatform van te maken. Ja. Een veilbedrijf voor Nederland. Maar dan praat je al over twee namen. Edwin hebben we al genoemd. Edwin is ook zo'n visionair, zeg maar, die bepaalde dingen al ver van tevoren ziet, zeg maar. Dus je hebt wel wat mensen, zeg maar, in je omgeving gehad om dingen van op te steken, denk ik. Absoluut. Edwin was al in 2000 was hij al gestart met Fleet Select. Ja. En zagen toen al ook wat wij in 2000 zagen met autotaxatienet. Dat internet een enorme kans ging worden in het digitaliseren van processen. Want dat is het eigenlijk. Hè? Ja. Zonder goederen daadwerkelijk fysiek te hoeven verplaatsen. Nou ja, het is geen wondermiddel, maar het is een middel om op schaal dingen te kunnen doen. Ja, ja, dat klopt. Ja. En veel makkelijker een groot publiek te bereiken. Dat is ook, maakt het ook veel makkelijker. Samen met Gerard. Ja, met Edwin. Gerard en Edwin. Heeft Edwin natuurlijk ook heel veel geleerd. Dat echt zijn visie wel compleet. Dat het veilen echt online ging gebeuren. Yeah. En dat het fysieke eruit ging. Yeah. Daar hard aan gewerkt. Vijf jaar lang. Mooi bedrijf neergezet. Ja. Yeah. En vooral bij Fleet Select het online veilen echt op de kaart gezet in Nederland. Ik denk dat we daar heel bepalend in zijn geweest. En daar ook steeds op gefocust hebben. Hoe krijgen we het online veilproces nog beter? Hoe krijgen we de klant zo comfortabel mogelijk achter de knoppen om te bieden? Hoe en geven de klant is dan de dealer, de handelaar die biedt? Ja, dat is de koper. Ja. En wat was destijds de moeilijkheid? Was het de transparantie in de data, in de omschrijving van de auto of in de foto's? Of waar liep je destijds tegenaan? Waar vooral tegenaan liep is dat gewoonte. Heel veel mensen zijn gewoon om auto's te kopen dat ze wekelijks, zoals ze altijd deden. Zoals ze altijd deden. Ja. En verandering teweeg brengen in hun aankoopgedrag. En dat is alles te maken ook met aanbod. En daar kunnen we heel lang ook wel een podcast over vullen. Maar dat is de grootste uitdaging die er is. Maar dat is altijd. En dat is eigenlijk niet veranderd. Dat is niet veranderd. Nee. Dat zien we nu ook weer bij Autoprof. De grootste uitdaging is verandering teweeg brengen bij
bij je klanten. Mm-hmm. En dat blijft gewoon uitleggen. Mm-hmm. Contact zoeken. Hè? En wat jij altijd zegt, heb ik van jou geleerd een keer op een seminar. Het maakt niet uit wat voor een bericht het is. Hoe het is. Elk bericht is een begin van een dialoog. Dialoog, ja. En pak erop. En dat heb ik daar geleerd. Vooral bij Fleet Select. En professioneel zijn. Ja. En dat goed. Bedrijf hebben jullie eigenlijk vanaf een idee heel ver gebracht. Hè? Daar heeft BCA het volgens mij overgenomen. BCA heeft het overgenomen in 2014. Dus toen heb je het met goed gevolg daar neergezet, eigenlijk, hè? Ja. Als een goed huisvader. En wat dacht je toen? Wat ga ik nu doen? Nou, ik wil nog één ding daar aan toevoegen aan het Fleet Select. Wat ik daar nog meer geleerd heb. En dat is ook wel Edwin zijn erfgoed. Ja. Is dat je het als team moet doen. En dat was volgens mij persoonlijk was dat een hele grote leerschool. Mm-hmm. Eerder was ik iemand die keihard, doen we nog steeds trouwens keihard werken. Dat is niet het issue. Maar daar hebben we een enorm mooi team neergezet. Waarmee we als team heel open ook met klanten omgingen. En altijd klanten vertrouwen gaven. Ja. En vanuit commitment het proces ingaan. Ja. En dat heeft ons heel ver gebracht. Okay. Die benadering ook naar medewerkers toe, ook naar klanten toe. Ja. En dat was echt wel een verandering in de markt. Ja. We focusten op verandering. Okay. En als we focussen op verandering, dan word je beter en dan ga je uiteindelijk resultaat zien. Ja. Maar je moet met die verandering ook de dealers, de autobedrijven, de handelaren meekrijgen die traditioneel zijn ingesteld vaak. Of krijgen die alleen die stempel dat ze traditioneel zijn, terwijl ze het eigenlijk misschien helemaal niet zijn? In de basis is iedereen traditioneel. Ga altijd terug naar onze opvoeding. Dat is wel een goede vraag. Daar moet ik even over nadenken. Iedereen, heel veel bedrijven krijgen wel die stempel. Ja. Maar uiteindelijk heeft iedereen een internetaansluiting. En kijken ze toch. Alleen het gaat misschien niet snel dan dat we denken. Of dat de goeroes denken of wat dan ook. Maar die verandering vindt gewoon plaats. Dat heeft ook te maken met de generatie. Wat je toen zag en nu nog wel, dat de oudere generatie gaat op pad met de vrachtwagen om een auto te kopen. En de jongere generatie doet het met de smartphone. Yeah. En de oudere generatie vindt het fijn om zijn geld nog in zijn zak te hebben. Yeah. Bij wijze van spreken, wat al wel eigenlijk gebeurd is. Maar om zijn geld nog wel heel dichtbij te hebben. Yeah. De oudere generatie betaalt al heel makkelijk via PayPal of andere betaalservices. Zoals wij hem ook hebben in Autoprof. Ja. Yeah. Dus dat is ook een gewenning. En ouderen wennen er ook aan en maken ook de move naar kopen via internet. Ja, alleen het gaat wat langzamer. Dat is logisch. Ja. Maar goed, toen ging Fleet Select naar BCA toe. Toen heb je dat als een goed huisvader daar neergezet, zeg maar. En toen dacht je van, wat ga ik nou doen? LEF, het lead management systeem van You Name It. Waarbij al uw leads in één systeem kunnen worden opgevolgd, helpt u op weg van lead naar deal. LEF is vernieuwend, verrassend en compleet. Door haar koppelingen met vele automotive leadbronnen en het eenvoudig management dashboard heeft u real-time inzicht in uw volledige leadproces. Uw leadproces volledig onder controle? Kijk dan op datislefhebben.nl. Steeds meer collega's gebruiken Used Car Controller. Taxeren, calculeren, publiceren of auto's verhandelen met je persoonlijke handelsplatform. Met één abonnement geeft Used Car Controller je controle over alle kritisch gebruikte autoprocessen. Zo maakt Used Car Controller jou tot de beste in je vak. Toen heb je dat als een goed huisvader daar neergezet, zeg maar. En toen dacht je van, wat ga ik nou doen? Ja. Ja, toen BCA Fleet Select overnam, toen was mijn rol eigenlijk een beetje weg. Ja, fair enough, hè? Ja, fair enough. Was goed en prima. Ik denk dat het een hele goede set was, zowel voor Fleet Select als voor BCA. Ja. Dus prachtig. Toen was ik echt aan het kijken en ik werd toen benaderd door Mark Notenboom, eigenaar van SCL Rotterdam, samen met Andreas Schorel. Ja. Of ik hun zou willen komen helpen. Ja. Ze had in 7 jaar tijd een heel mooi bedrijf neergezet met verschillende poten. Yeah. Waaronder verschepen, import van auto's uit Amerika, uit Europa. Mm-hmm. Een complete reconditioningstraat. En zeiden we werken heel hard. We hebben heel veel staan. Maar we vinden het moeilijk om structuur te krijgen. Yeah. Zou je ons daarbij willen helpen? Ik zei, nou Mark, dat lijkt me prachtig. Want mag jullie als persoon, jullie hebben een prachtig bedrijf. Maar
Ik woon in de buurt van Meppel in Wanneperveen. En naar Schiedam, dat is toch 170 kilometer. Daar ga ik even over nadenken. Ja. Nou, we hebben een paar keer over gesproken. En toen dachten we, oké, we hadden wel een match. Was chemie. Dus stap gewaagd. En in Schiedam aan de gang gaan in 2015. Ja. Dat heb ik 3 jaar gedaan. Heel veel plezier. Ja. Heel veel geleerd over internationaal zaken doen. Ja. Maar ook internationaal buiten de EG. Ja. Echt weer global. Hè? Dat is echt internationaal. Ja, als je dan kijkt wat er wereldwijd wordt gedaan, autohandel. En, dat is ongelooflijk. Ja. Maar na twee jaar werd het wel steeds lastiger te combineren met privé. Uh-huh. Snap ik. Wat we bedacht hadden in het begin, dat bleek toch anders te gaan. Ja. Nou, uiteindelijk moet je er zijn, hè? Ja, klopt. Ja. Uiteindelijk moet je er echt zijn, elke dag. Ja. Ja. En dat ging niet. Hè? Ja. En dan kom je in spagaat. En, ja, de oog van de meester maakt het peert vet. Hè? Ja. Nou, toen werd ik benaderd door de Autoprof. Die wilde opstarten in Nederland. Ja, die wou de 20e veilingsite van auto's opzetten. Of de 21e. Ja, en jij dacht, er is wel een gat in de markt. Daar hadden ze wel even over nagedacht. En, ja. Ik moet zeggen, die dachten niet van, laat ik eens iemand benaderen in de markt die weet hoe het gaat. Ja. Maar die hadden zich echt goed verdiept in de Nederlandse markt. En wisten hoe de markt in elkaar zat. En welke partijen er op de markt zijn. En, dus een hele professionele partij. Waar ik ook direct van onder de indruk was. Een paar keer mee gesproken. En ik zag daar een combinatie van Autotaxatienet en van Fleet Select. Ja. En het mooie daarvan is dat de propositie van Autoprof heel anders is dan de bestaande partijen in de markt. Ja. Maar Autoprof komt uit Denemarken. Waar komt het vandaan? Zijn het een stelletje softwareontwikkelaars of zijn het autohandelaren? Wat is het? Nee, het zijn zit erachter? Ja. Autoprof is opgericht door Jesper Ratza. Ja. En Jesper was... Deen? Deen, ja. Ja. Jesper was sales manager bij een grote Volvo dealer in Denemarken. Ja. Met meerdere vestigingen. En zo'n leuke vraag trouwens. Want hoe het ontstaan is dat Jesper een keer een auto moest inruilen van de makelaar. Dat begint altijd met een probleem. Hè? Ja, mooi. En hij zegt tegen de makelaar van, joh, ga jij een stukje rijden? Ja. Dan ga ik even een handelaar vragen wat je auto waard is. Ja. En toen zei die makelaar van, wacht even, meneer Ratza. Ik ben al jaren klant bij u. En ik vind dat u een fantastisch mooi bedrijf heeft. En goed met uw klant omgaat. Maar stel u nu eens voor dat u aan mij vraagt om uw huis te verkopen. En dat ik tegen u zeg van, nou, ik ga even kijken. Gaat u even naar huis. Ik vraag even aan handelaar wat uw huiswaard is en kom morgen bij u terug. Dan krijg je toch wel een raar gevoel, of niet? Nou, als je het zo neerlegt, krijg ik een raar gevoel. Ja. Ja, dat is ook wat daar gebeurde. En van daaruit heeft Jesper gedacht van, oké, hij heeft gelijk. Wij zijn een professional in de markt. Wij zijn een autobedrijf. Wij moeten het anders doen. En wat hem ook opviel is dat iedere auto die ze inruilde exact voor hetzelfde bedrag wordt ingeruild dan waarvoor die naar de handel ging. Ja. Er zat geen marge op. Nee. Ik zei, dat is eigenlijk raar. Ja. Waar blijft dan die marge? 12.000 euro omzetten en geen marge. Ja. Ja. Nou, vanuit die gedachte is Jesper begonnen met Autoprof. Mm-hmm. Eigenlijk zoals wij in de jaren 2001, 2000 zijn begonnen met Autotaxatienet. Ja. Een taxatieprogramma waar de verkoper de auto kan invoeren. Ja. Binnen 15 minuten een gegarandeerde prijs krijgt. Daarmee de zaak doet. Maar hoezo gegarandeerde prijs? Wie garandeert dan die prijs? Op dat moment was dat nog binnen het dealerschap. Ja. Laten we de move maken direct naar Autoprof hoe het nu is. Ja. Op het moment dat een partij bij ons een garantieprijs aanvraagt, garanderen wij de prijs. Dus als Autoprof zegt als veilinghuis die dezelfde auto niet inkoopt, hij is 15.000 euro waard en iedereen biedt 14, leggen jullie een roodje toe? Ja. Oké. Okay. Ja. Maximaal 2 keer veilen. Ja. En Autoprof de auto over. Oké. Okay. Of we passen het verschil bij. Oké. Okay. Ja. Okay. Het gaat nog iets verder, maar daar komen we misschien zo op. Je vroeg het naar de oorsprong van Autoprof. Ja. En zo is Autoprof begonnen. Dat was een succes. Dus bij taxatie wordt die garantieprijs gegeven. Uh-huh. Dan is de zekerheid van die prijs is er tot de auto binnenkomt. Yeah. Op het moment dat de auto binnenkomt, wordt die geveild. Yeah. Puur uit de overweging of overtuiging dat de auto bij het moment dat die te koop is, ook daadwerkelijk de hoogste opbrengst genereert.
En die twee dingen. Maar veilen is natuurlijk niet iets nieuws. Waar zit dan echt de USP, zeg maar? Want nogmaals, zeg maar, hey, bewijs van spreken. Toen ik het voor het eerst zag, denk ik, nou ja, daar heb je de 21ste. Ja. Nou, ja. Nou, prettige wedstrijd. Ja. Goed. Nou, zijn heel veel partijen vergelijken ons met de bestaande partijen in de markt. Ja. En dat is ook logisch. Dat is aan jou om te weerleggen natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. Maar daar ben ik hier vandaag voor, denk ik. Ja, 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 ja. Dat is ook logisch, want we noemen onszelf ook online car auctions. Ja. En het verschil is alleen, wij zijn een veilingplatform. Mm-hmm. Andere partijen in de markt zijn veilinghuizen. Ja. En een veilinghuis heeft zelf een plek in de transactie. Mm-hmm. En wij als een veilingplatform zeggen, wij brengen Europese koper en verkopers, Europese professionals bij elkaar. Ja. En we zijn zelf geen deel van de transactie. Waardoor wij veel effectiever en efficiënter kunnen zijn. Laat ik teruggaan. We hebben het net gehad over autotaxatienet. Dat deden wij met een kleine 30 man, zo'n 6.500 transacties. Mm-hmm. Toen ging ik naar BCA. Dat was alles fysiek, maar werd geveild. Ja. Daar deden wij met, ik denk, 40 FTE's en 15.000 transacties. Ja. Het verschil daar was dat alle auto's te koop waren. Ja. Bij autotaxatienet was het nog taxeren, die waren niet allemaal te koop. Nou ja, je moest ronde taxeren om er eentje te krijgen. Ja. Ja. Nou ja, wat voor verhouding dan ook. Maar was goed. Maar goed. Bij BCA werd heel veel nog fysiek voorgereden. Ja. Dan maak ik de switch naar Fleet Select. Dat deden we met 25 personen, inclusief inspecteurs. Een 15.000, 16.000 transacties per jaar op het laatst. Ja. Nou, dan zie je al dat je enorm naar beneden gaat. Hè? Ja. Een 40% aan FTE's. Ja. Maar kijk nu naar Autoprof in Denemarken. Mm-hmm. Op dit moment doen ze in Denemarken met 18 medewerkers 55.000 transacties. Ja. En dat is een huge verschil. Ja. En waar zit dat in? Dat zit erin dat wij zeggen, nou, wij geven een platform. Platform heb je vaste procedures, maar geen, hè, waarin zaken verlopen. Maar kopen en verkopen doen rechtstreeks zaken. Waarom zouden wij als partij een inkoop daartussen moeten zitten? Daartussen moeten zitten met een betaling, met een factuur. Zal als, werk. Als de verkoper toch een factuur moet maken. Ja. Maar hoe wordt echt dan betaald? Dat is natuurlijk een hele mooie vraag. Ja. Wij werken met abonnementen. Okay. Een platform kan heel goed met een abonnement werken. Ja. En dan van €35 in de maand heeft iemand toegang om auto's te kopen internationaal. Ja. De garantieprijs vanaf €150 per maand, dat leveren we voor dealerschappen. Oh, het is een abonnement met, zeg maar, premium features. Van als je de kale versie hebt, dan kun je alleen maar dat. Kun je en kopen. Heb je de premium versie, dan kun je de enzovoort, enzovoort, enzovoort. En dat is de enige verdienste? Dat is niet de enige verdienste. Wij bieden een veilige betaalservice aan. Ja. Je kunt je voorstellen op het moment dat partijen onderling factureren. Een beetje gelijk oversteken wat Marktplaats ook heeft. Ja, vergelijkbaar. Ja. Klopt. Ja. Koper betaalt bij aankoop. Daarna verzorgen wij transport. Ja. Auto komt binnen bij de koper. Ja. Koper heeft één dag te kijken of de auto correct is. Als die niet correct is, kan hij binnen een dag nog reclameren. Ja. En na een dag betalen wij uit aan de verkoper. Okay. En het leuke is, koper en verkoper, is er een krasje of een deukje wat niet gezien is, kan de koper dat binnen 24 uur reclameren met een foto. Ja. Gaat als een digitaal bericht naar de verkoper, handelen ze digitaal af. Ja. En dat verschil wordt direct in de uitbetaling ook weer verrekend. Ja. Dus heel makkelijk. Mitsakkoord. Ja. Hey, en maar dat is wel het leuke. Wat kun je daaraan verdienen dan? Als Autoprof, is dat dan de premium service? Of verdien je dan wat aan het transport en verdien je, zeg maar, 1% aan het bedrag wat ze betalen omdat het over jouw betaalserver gaat? Nee, aan de betaalservice op zich verdienen wij geen geld. We rekenen een fee voor de betaalservice, €25. Nou, dat is een verdienste. Per betaling. Oké. We rekenen een fee voor, we hebben een kleine fee op transport wat we verzorgen. En maar fair enough, hè? Ja, dat is fair enough. Dat is helemaal prima. Ja, ja, ja. De pijpstel moet er ook en moeten betaald worden. Ja. We hebben geen kopersfee, geen verkopersfee. En bij ons zie je al een transactie plaatsvinden vanaf €50. Ja. Dus, maar ik weet als dealer, als autohandelaar, als autobedrijf exact waar ik aan toe ben. Van tevoren. Ik weet wat de fee is. Zeker. En ik hoef geen rekening mee te houden van ik krijg wel 15.000. Maar eigenlijk is het dus 15.500. Nee. Want ergens pakt iemand €500 af. Nee, je betaalt de verkoopprijs eigenlijk rechtstreeks aan de verkoper. Ja. En je krijgt ook een factuur van de verkoper. En is dat de USP ten opzichte van andere veilinghuizen? Werken niet alle veilinghuizen met een bepaalde de etje buitenhuis fee van 500? Nee, het is niet, ons USP zit niet in de lage kosten. Dat zou ook niet goed zijn. Nee. Onze USP zit
Wat ik al zei, wat ik heb geleerd bij Fleet Select, en dat vind ik hier ook terug, is in openheid. We zijn een open platform, ja. Waar koper en verkoper rechtstreeks contact hebben. Het zit in efficiëntie. Mm-hmm. Het zit in rechtstreeks duidelijk... Ja, nee, en de communiceren. Het zit in communicatie. Ja. Het zit in... Kijk, iedere professional in de markt is heel goed in de auto omschrijven en aanbieden en ook onderhandelen. Ja. Waarom zouden wij ertussen gaan zitten als een... Met een veilingmeester. We mogen verwachten na 20 jaar internet, zeg maar, dat we auto duidelijk digitaal kunnen omschrijven. Toch? Ja, dat met fatsoenlijke video's, foto's en weet ik allemaal niet wat. Zeg ja, maar. Dat kan ook. Daar mag geen verrassing meer in zitten. Wij zien het ook gebeuren. Ja, ja. En ik was daar in het begin, hè, ik zei, ik was heel enthousiast over het concept. Ja. En dat is waar ik in het begin best wel sceptisch over was. Hè. Ik zag het in Denemarken heel goed gaan. Ja. Ik denk, hoe gaat het dan in Nederland of in Duitsland? Ja. En natuurlijk zijn er reclamaties. En dingen die gemist worden. Maar die gebeuren overal, ook met inspecteurs. Dit is minimaal. En aanbieders zijn heel professioneel en zetten auto's er heel, mm-hmm. heel goed op. Dus dat is niet... Maar terug naar de USP. De kosten mogen natuurlijk nooit ons USP zijn. Nou nee, er is maar één, de goedkoopste. Hè? Dus, en dat is ook een moeilijke sell. Alles moet je uit... Zelfs gratis producten moet je verkopen. Laat staan dat je de goedkoopste bent. En wat dan? Weet je, gaat het niet om. Nee. Het gaat ons product is uniek. Het is heel eenvoudig. Het is laagdrempelig. Ja. Het is veilig. Hè, door de veilige betaalservice en transport. Mm-hmm. Wat wij doen is op een heel eenvoudige manier. Het structureren van een remarketingproces van een dealer. Ja. Daarbij treden we op als partner. We geven volledige commitment met onze garantieprijs. Mm-hmm. En dat gaat best ver. Want we geven een prijs af bij inruil. Ja. En die blijven wij garanderen tot binnenkomst. Ook al komt de auto 4 maanden later? Op dit moment werken wij met een termijn van 3 maanden. Ja? Ja. Okay. Dat is hoe ver we nu vooruit kijken, maar die 4 maanden kan zeker komen. Ja. Ja. Daar heb je natuurlijk wel mee te maken. En dat is heel anders dan andere partijen in de markt. Die beperken zich tot 14 dagen. Maar wij geven heel veel commitment. Ja. Want het is natuurlijk een verdringingsmarkt ergens in die veilinghuizen. Waar ze voor jou kiezen ze misschien niet meer voor een ander. Nee, dat klopt. He, dus je moet je echt de markt in ik wil niet zeggen vechten, maar je moet echt zo'n USP hebben. Echt zo'n strategie van jongens, hier ben ik, dit doen we en dit doen we anders dan ieder ander. Ja. Wij zijn overtuigd van ons product en wij geloven in de openheid en de platform van ons product. Ja. En dat maakt ons daadwerkelijk anders. Ja. En wij hoeven ons niet in de markt, wij vechten ons niet in de markt. Nee. Maar wat wij wel doen is heel duidelijk, vooral met aanbiedende partijen, ons product onder de aandacht brengen en duidelijk maken wat onze USP's zijn en wat dat voor hun betekent. Ja. En dan starten we met commitment. En dan zie je ook dat partijen na een paar maanden dat werkt snel, werkt efficiënt, het werkt handig. Het geeft heel veel zekerheid. Ja. En er zijn heel veel handelingen die normaal dubbel zijn, die nu niet meer plaatsvinden. Ja. Het is eigenlijk heel handig. Ja. Het zit goed in elkaar. Prachtig. Het functioneert. En in welke landen zitten ze allemaal? Autoprof zit van oorsprong in Denemarken. Ja. In Duitsland zijn we nu 2 jaar actief. Ja. Op dit moment elke dag een veiling met zo'n 100 auto's. Uh-huh. In Denemarken vind je elke dag zo'n 300 auto's op de veiling. We zijn het opstarten nu in Zweden. Volgende week de eerste veiling in Zweden te hebben. Ja. Op dit moment zie je ook heel veel auto's al vanuit Zweden naar Nederland komen. Ja. Nederland. En met kopers zijn we nu opgestart in Polen. Okay. Dus Polen zien we nog niet voor aanbod, maar mm-hmm. wel voor kopers. We zien heel veel auto's al naar Polen gaan natuurlijk vanuit Nederland. Ja. En heb je de eerste veiling hier ook al gehad of niet? We hebben nu sinds 1,5 maand veiling in Nederland. Ja. Elke donderdag om 9:30. Zo'n 25 tot 50 Nederlandse auto's. Dus je bent van de kant af? We draaien. Ja. Ja. Want dat is het moeilijkste uiteindelijk, hè, die eerste veiling. Dat is heel moeilijk. Dat is voor ons elke week heel hard werken. Ja. En dat is vooral ook... We gaan in september live met de garantieprijs. Ja. En daarvoor zijn we een goed werkende veiling nodig. Nou, we werken nu met de veiling 25 auto's in de week. Verkopen ze een beetje 50%. En
Dat is prima. Ja. Ja, is dat mooi. Ook die 50%? Is dat marktconform of is dat normaal? Of wat zegt die 50%? Je moet dan wel appels met appels vergelijken, geen appels met peren. Ja, nee, maar dat is een goede vraag. Als iemand mij zegt 50%, dan zeg ik, ja, is dat veel, is dat weinig? Geen flauw idee. Nee, afhankelijk van de auto's die in de veiling aangeboden worden. Als je polootjes. Nee, daar gaat het niet om. Okay. Het gaat om de herkomst. En, ja. Op dit moment veilen wij auto's die op voorraad staan bij dealers. Mm-hmm. Nou, die staan er vaak al even en dan is het vaak wat lastiger. Die staan er met een reden ook. Die staan er met een reden. Ja, even. Ja, ja, ja. Op het moment dat we de garantieprijs hebben, dan zul je zien dat we een heel ander aanbod krijgen ook in de veiling. Ja, ja, ja. En dan gaat ook de verkoopscore naar 75-80%. Ja, fair enough. Die auto's staan er, zijn ingeruild. Hebben wij een goede taxatie opgegeven en zijn gewoon te koop voor de goede prijs. Ja. Ja. Hey, en de komende 12 maanden, wat zijn de plannen? De auto per of? In Nederland groeien met garantieprijs. Ja. Ons doel is om te groeien naar 1000 verkochte auto's per maand. Ja. We vinden ook dat we, als we een volwassen platform zijn, dat we dat moeten zijn. Moeten kunnen, ja. We zijn op dit moment heel hard bezig met opzetten van. Maar dan zit je op 12.000 en Flitslex zat toen op 15.000. En dat was echt al een bedrijf wat zijn spoor had verdiend. Ja. Dus 12.000 is natuurlijk wel een bepaald doel wat je jezelf stelt. Die 1000 auto's in de maand is een doel. Ja. Ja. Nee, maar het is niet een klein doel. Nee, dat is best wel fors. Ja, wij denken dat het heel goed haalbaar is. Nee, oké. We hebben er een paar keer goed over nagedacht. En Shoot for the Stars en Land on the Moon. Hè? Ja, nou, dat klopt. Maar die stars die gaan we halen. Dat ben ik van overtuigd. Okay. Ja. Dat is beter. Dat is beter. Die vlucht die gaan we maken. Ja. Dus garantieprijs komt erbij. Garantieprijs komt erbij in september. In oktober gaan we live met export. Ja. Dus dat onze auto's vanuit Nederland internationaal kunnen worden aangeboden. Uh-huh. Export service zijn we daarvan aan het opzetten. Ja. Dat worden nu de grootste zaken. Okay. Super. En voor export is wel leuk om dat te melden op dit moment. Wat bij ons gaat plaatsvinden op platform is dat er simultaan geboden gaat worden. Dus dat op het moment dat een auto wordt aangeboden in de veiling, wordt dus wel aangeboden aan de Nederlandse kopersgroep. Ja. Als ook aan de hele internationale kopersgroep van auto's. Tegelijk. Okay. En dat is wel uniek in de markt. In één veiling. Oh, dat is niet normaal? Nee, normaal wordt er gekozen voor een nationale of internationale veiling. Oké. En dat is natuurlijk heel lastig, want die prijzen komen steeds dichter bij elkaar. Ja, maar waarom zou je kiezen? Klopt. Ja. Laat de markt kiezen. Ja, ja, ja. Laat de markt bepalen wat het wat zou mogen zijn. En je beide kopersgroepen op één veiling bij elkaar. Dat maakt het ook. Dat je in één keer een goede prijs hebt. Ja, ja. Dat kan ik me voorstellen. Anders haal je eerst een prijs op in een Nederlandse veiling en dan denk je, ja, is dat nou goed of niet? Ja. Laat ik het internationaal proberen. En dan valt het weer tegen. En dan ga je met tweede keer veilen. En dan valt het weer tegen. Dus, ja, maar je doet denk ik ook niet eerder aan degene die bieden. Ook dat. He? Klopt. He, je trekt eigenlijk een beetje de melk op. Ja. Ja. Geen muidense term. Om die er maar even in te halen. Maar dat is ook het mooie van Autoprof. Dat elke auto in de veiling ook daadwerkelijk te koop is. Ja. Op dit moment zie je heel veel systemen. En dat maakt ons wel uniek. Is dat niet normaal dan? Je ziet natuurlijk heel veel systemen op dit moment die van de handelaren vragen om auto's te taxeren bij inruil. Oh ja, 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 ja. Dat je er 100 moet taxeren om de 20 te krijgen of 10 of wat dan ook. Ja, ja, ja. Ja, en dan doe je heel veel werk voor weinig. Ja. Precies, precies. Ja. Ja. Precies. En die frustratie kan ik me ook wel indenken hoor. En dan krijg je alleen maar degene die waar je toevallig op hebt vergist, bij wijze van spreken. En degene die je echt graag had willen hebben, krijg je niet. Ja, maar een handelaar is natuurlijk iemand die een auto wil kopen. Ja. En die wil niet op 100 auto's bieden en niks kopen. Nee, maar daar wordt hij niet plezierig van. Maar hij biedt ook op de auto's waarbij hij eigenlijk niet zou willen bieden. Maar hij biedt maar om de andere ook te mogen krijgen. Ja, en het gaat een stap verder. Kijk, een handelaar die wil best veel geld geven voor een auto. Als hij maar weet dat hij hem heeft. Ja. Ja. Want dan kan hij eraan verdienen. Ja. En dat is exact ook de methode wat wij doen. Ja. We zeggen, we geven zekerheid aan een dealer bij inruil. Mm-hmm. En daarna gaan we, als die binnen is, gaan we hem verkopen. Mm-hmm. Okay. En dan weet die handelaar, daarom brengt de auto bij, als die beschikbaar is, ook altijd meer geld op. Oké. Okay. Cool. Dat is quite simpel. Echem. Paul. Laatste vraag. Als mensen meer willen weten over jezelf, over Autoprof, hoe komen ze dan met jou het beste in contact?
bellen 0653-336862. Je hebt nog een 53-nummer zelfs. Ja. Ja. Een oud nummer, of niet? Ja. Een nummer uit... Sinds 2001 heb ik die. Ja. Cool, man. Of een mailtje naar egge@autoprof.nl. Oké, super. Hey, cool, dankjewel. Dankjewel voor je komst al hier in de podcast. Ik hoop dat u er wat aan heeft aan de informatie over de nieuwe manier van autoveilen. Volgende week weer een aflevering van onze podcast met als doel om de online automotive beter te maken. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren. De podcast van Paul de Vries is te beluisteren op onder andere iTunes, Spotify en SoundCloud. Abonneer nu direct, zodat u geen aflevering mist. De online automotive beter maken doet Paul de Vries met de volgende partners. Marktplaats, tweedehands.be, you name it, Caldrip, Used Car Controller en Active Lease.